Welkom in deze aflevering van Novum. We gaan het vandaag hebben over de inloopkamer. We komen natuurlijk zo aan toe wat dat betekent. Mooi onderwerp waarover we gaan spreken met Juliette Habits, advocaat. En rechter Jan van de Groot, rechter in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Juliette, mag ik jouw vraag hier eerst voorstellen? Ja, dankjewel Bas. Zeg, ik ben Juliette Habets, de naam heb je al genoemd. En ik ben al meer dan 30 jaar advocaat. Ook in die hele periode ben ik al actief in het familierecht. Aanvankelijk wat minder, maar de laatste 20 jaar bijna uitsluitend familierecht. Dus alle zaken die op dat vlak de revue passeren, heb ik aan de hand. En ik heb ook veel zaken, veel alimentatiezaken aan de hand, waar dit thema van vandaag betrekking op heeft. Want de inloopkamer, daar gaan we zo meteen denk ik nog wat meer over horen, ziet voor vandaag met name op de alimentatiezaken bij de rechtbank. Dankjewel. Jan Bram? Ja, dankjewel Bas. Ik ben Jan Bram de Groot en je zei het al, rechter in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Ik ben 29 jaar geleden overgestapt uit de advocatuur naar de rechtspraak. En ik ben op een aantal plekken al in Nederland aan het werk geweest. Rechtbank Oost-Brabant, kantongerecht Enschede, rechtbank Almelo, rechtbank Zutphen en uiteindelijk gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. En daarvoor was ik een aantal jaren advocaat. En thema in mijn loopbaan is, behalve dat ik bestuurder ben geweest in de gerechten, heb ik ook altijd me bezig gehouden met vooral alimentatie. Een tijdje lang ook als secretaris van de expertgroep alimentatienormen. Ik ben inmiddels daar weer terug. Dus ik denk dat Juliette en ik wat dat betreft elkaar al meerdere keren zijn tegengekomen. Of in ieder geval hadden kunnen tegenkomen in onze praktijken. Nou, in ieder geval voldoende expertise om over dit thema van gedachten te wisselen. Zover is duidelijk. Dank jullie wel. Waar komt dat idee van de inloopkamer vandaan? En misschien daaraan voorafgaand, inloopkamer, wat betekent dat eigenlijk, Jan Bram? Ja, als je zo tegen iemand zou zeggen, er is een inloopkamer in de rechtspraak, daar krijg je hele andere ideeën bij. En ik moest er zelf ook een beetje aan wennen. De rechtspraak kampt met grote achterstanden. En die achterstanden zijn op allerlei manieren aan te pakken. Maar in ieder geval is het zo dat er is nu op dit moment een programma en dat heet tijdige rechtspraak. En in dat programma past niet alleen maar dat de doorlooptijden worden verkort door de gerechten zelf, maar ook dat er meer voorspelbaarheid is over wat er met je zaak aan de hand is. Dus dat je beter weet als rechtszoekende, wanneer ben ik aan de beurt, wat kan ik als volgende proceshandeling verwachten. En voor vandaag gaat het dus over dat stukje tijdige rechtspraak. De rechtbanken of de rechtbankpresident en daarmee dus hun rechtbanken en hun gerechtshoven hebben zich verbonden om veel te doen aan tijdige rechtspraak en de doorlooptijden te verkorten. Daar zijn ze in de eerste instantie zelf verantwoordelijk voor. Maar landelijk wordt er aangeboden op een aantal terreinen een soort overloopcapaciteit. En dat is niet alleen maar bij familierecht, maar dat is bijvoorbeeld bij handel, eerste en tweede aanleg. Dat is ook bij straf voor de CVOM-zaken en ook voor belastingrecht. Dus dacht ik recent gestart. En wij, de landelijke inloopkamer alimentatie, die biedt dus aan gerechten die dat willen de mogelijkheid om een deel van hun zaak aan ons over te doen. Dan worden ze behandeld door, klinkt een beetje onbescheiden, maar door ervaren rechters. En door ook ervaren juridisch medewerkers, gecombineerd met een aantal mensen die we hebben opgeleid speciaal voor dit doel. We doen alleen maar alimentatiezaken via digitale zittingen. En de bedoeling is dat we daarmee de gerechten voor een deel ontlasten die dat willen. Dat is in het kort hoe het eruit ziet. Goed nieuws, denk ik, voor de advocatuur, Juliette. In ieder geval die ambitie om die doorlooptijden te verkorten. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, dat kan ik beamen. De advocaten, met meer nog hun cliënten, hebben natuurlijk belang bij korte doorlooptijden. Ook belang bij kwaliteit, daar wil ik dadelijk nog wel wat over zeggen. Maar ik hoef denk ik niet duidelijk te maken dat achter dit soort zaken veel verdriet en leed verborgen is. Dat de mensen hun eigen zaak altijd na aan het hart gaat. En zij die ook heel serieus genomen willen zien. Zij willen zich gehoord voelen. Zij willen zich ook echt gehoord voelen door de rechtspraak. En vandaar dat het natuurlijk heel belangrijk is dat ze tijdig aan de beurt komen. Dat ook voorspelbaar is hoe hun
zaak, hoe hun procedure verloopt. Daar ligt ook voor een groot deel een taak bij de advocaat natuurlijk, richting zijn eigen cliënt, hè, denk ik. Die moet voortdurend uitleg geven van nou, wat gebeurt daar eigenlijk nou achter de schermen bij zo'n rechtbank? We hebben een rol en er staat iets op en er gebeurt wel of niet iets. Nou, tuurlijk, wij trekken ons dat aan en wij nemen de cliënt bij de hand om te vertellen wat er allemaal gaat gebeuren. Maar we zien toch heel vaak dat zaken heel erg lang duren en dat dat een heel grote impact heeft op het welzijn van die cliënt. Waar ik me ook heel veel zorgen over maak, dat is misschien een heel klein beetje niet passend bij het thema specifiek inloopkamer, maar... ik bemerk in mijn praktijk dat het lang duren van een zaak vechtscheidingen, complexe scheidingen veroorzaakt. De alimentatiezaken in de inloopkamer, dat zijn niet de alimentatiezaken die vastgeplakt zitten aan een echtscheiding. Daar kan Jan Bram misschien dadelijk nog wat over zeggen. Dat zijn losse alimentatiezaken die... later dan een echtscheiding beginnen, of een alimentatie moet gewijzigd worden, of er is nooit een alimentatie gevraagd en die wordt voor het eerst gevraagd. En het gaat zowel om kinderalimentatie als om partneralimentatie. Maar ook dat is natuurlijk een heel ingrijpende kwestie in het leven van mensen. Voor degene die alimentatie moet krijgen, die kan er voor zichzelf en voor kinderen van afhankelijk zijn. Voor degene die het betaalt ook, die wil zijn leven ook verder kunnen leiden en weten waar die financieel aan toe is. En wat ik al zei, kwaliteit is ook heel belangrijk. En dat is misschien nog iets waar vandaag ook nog kort bij zullen stilstaan. En wat ik ook op dit aspectje nog als laatste even wil benoemen of wil vragen, wil opmerken, is dat dat zal... Ja, Jan Bram denk ik ook wel in de gaten hebben. Sommige zaken lenen zich uitstekend voor de inloopkamer, denk ik. En sommige wat minder. En ik ben best heel benieuwd over hoe gaat dat? Hoe worden die zaken geselecteerd? Wordt er geëvalueerd? En wat gebeurt daar vervolgens mee? Is daar al wat zicht op? Hoe gaat dat? En dat is in ieder geval wat ik hier over kwijt kan op dit moment. Ja. Dankjewel, Judith. Ja. Twee dingen, denk ik, die ik uit je opmerkingen destilleer. Allereerst, het gaat ergens over. Ik zag Jan Bromo knikken toen jij je relaas deed. Dus die deelt die opvatting, denk ik, zonder voor jou te willen spreken, Jan Bram. En dan natuurlijk ook de vraag, ja, hoe kom je bij die inloopkamer terecht? Wat zijn de overwegingen? Hoe worden die selecties gemaakt? Is denk ik ook een vraag die in Juliette's verhaal besloten ligt. Ja, zullen we dat eerst even doen? Hè? Want op zich... Kijk, ik deel de zorg van Juliette en trouwens van ongeveer bijna elke advocaat, denk ik ook in Nederland. Dat als een zaak te lang duurt, en dat geldt overigens niet alleen maar voor alimentatiezaken, geldt eigenlijk voor elke rechtszaak. Hè, de onzekerheid waarmee iemand die eigenlijk de regie over zijn leven uit handen heeft gegeven om aan de rechter voor te leggen wat er nu moet gebeuren. Die onzekerheid moet zo kort mogelijk duren. En... nou ja, dus de hoeveelheid zaken bij de rechtspraak is op dit moment zodanig dat wij gewoon niet meer kunnen waarborgen dat er binnen een redelijke termijn een behandeling en daarna een beslissing is in heel veel zaken. Dus dat is ons een doorn in het oog. Ik kom er straks even op over wat nou precies dan de uitwerking daarvan is hoor. Want jouw vraag was, hoe kom je bij de inloopkamer? En eigenlijk, het eerste is... Het klopt wat Juliette zegt, wij doen eigenlijk alleen maar losse alimentatiezaken. Of het kan wel eens zijn dat er bijvoorbeeld een alimentatieverzoek vasthangt, een nevenverzoek vasthangt aan een echtscheiding die gevraagd wordt. Als partijen het er dan over eens zijn dat zij ook echt moeten scheiden, dan spreken we die echtscheiding ook uit. Maar zodra als over die andere verzoeken of nevenverzoeken dan de alimentatie een geschil ontstaat, of blijkt dat men het daar niet over eens is, dan gaat de zaak terug naar het gerecht waarvan we de zaak gekregen hebben. Want die samenhang is zo, dat is vervelend, maar die samenhang is zodanig dat dat vaak niet, dat gewoon beter is om dat tegelijkertijd te doen. Dus dat betekent dat de rechtbanken daar ook op selecteren welke zaken ze aan ons afstaan. En eigenlijk zijn dat dus inderdaad ik zeg het maar onaardig, de kale alimentatiezaken. En heel soms verschijnt er dus
een nevenverzoek omdat er een tegenverzoek gedaan wordt. En dat betekent dan dus eigenlijk dat die zaak terug moet. Dus dat is hoe je er komt. Eigenlijk, wij hebben gezegd, we zijn beschikbaar. Onze capaciteit is beschikbaar voor de rechtbanken die dat nodig hebben als ventiel voor hun eigen, verkortingsacties, voor hun eigen inloopacties. Dus sommige rechtbanken maken gebruik van ons. We zijn begonnen met de rechtbank Oost-Brabant. Rotterdam heeft veel zaken aangeleverd. Den Haag, Limburg. Nu komen Midden-Nederland en Gelderland komen nu bij ons aan de beurt. Maar er zijn ook rechtbanken die zeggen, nee, we doen het zelf. Wij kunnen dat wel zelf organiseren. We gaan dus niet over van wie we wat krijgen. We gaan alleen maar over in welke vorm we het willen aannemen. En vervolgens werken we dat dan af volgens de net beschreven methode. Ja, begrijp ik. Begrijp ik goed dat het vooral digitale zittingen zijn, Jan-Bram. En met digitaal bedoel ik via het scherm, zoals wij eigenlijk nu. Ja, het zijn uitsluitend digitale zittingen. Althans, het uitgangspunt is uitsluitend digitale zitting. Ik weet dat mijn collega Annelies Sutorius 1 of 2 keer, toen mensen zeiden deze zaak is eigenlijk te moeilijk om te behandelen, dat ze toen zelf vervolgens met de griffier, ik dacht in dat van naar Den Haag getogen is en de zaak uiteindelijk toch fysiek en ook zelf heeft gedaan, dat er al gewoon voorbereidingstijd in zat. Maar uitgangspunt is, we behandelen digitaal en als dat niet lukt, om wat voor reden dan ook, dan gaat hij ook weer terug naar de rechtbank die het aangeleverd heeft. Ja, en een keuze voor een digitale zitting, die heeft misschien ook vanuit het advocatuurlijk of het cliëntperspectief een zekere impact. Hoe kijk jij daar tegenaan, Juliette? En kunnen advocaten, nou jij weet, daar ook een rol in spelen bij het aandragen van zaken? Ja, dat zijn inderdaad twee kwesties. Wat wij best wel jammer vinden is dat we niet de mogelijkheid hebben om zelf zaken aan te dragen. Ik denk dat je als advocaat goed weet of een zaak zich leent voor een digitale behandeling. Dat moet bij een cliënt passen. Dat hangt ervan af hoeveel aandacht een cliënt ook nodig heeft. Ook de complexheid, juridische complexheid van een zaak, dat speelt ook een grote rol. Dus dat vind ik wel een beetje een gemiste kans. Dat je niet als advocaat kan zeggen van nou, welke zaken wil je zelf aandragen? Want er zijn er genoeg die op de plank liggen waar we uit kunnen gaan selecteren. Ja, en anderszins heb ik inderdaad begrepen dat het in feite altijd digitaal is. Ik heb daar met de rechtbank Rotterdam ook over gesproken en overleg gepleegd. En dan kwam het ook eigenlijk een beetje op neer. Oké, als je bezwaar hebt tegen een digitale zitting, dan kun je dat aangeven. Maar het is een feit dat de rechter van de inloopkamer dan de knoop doorhakt van nee, ja, wij vinden dat het toch digitaal moet zijn. Of dat deze zaak zich daarvoor leent. Dus we gaan gewoon door op deze manier. Vind ik jammer. Ik snap daar natuurlijk ook best wel de andere kant van het verhaal. Jan-Bram die zegt dat ook net van, dan moeten wij misschien uit plek X, Arnhem, ik roep maar even wat, moeten wij met de hele reutemeteut, moeten wij naar Den Haag of naar Rotterdam of naar Limburg. En dat vergt ook weer zoveel tijd en investering, dat je dan moet afvragen, is de inloopkamer dan wel efficiënt bezig? Hè? Terwijl de bedoeling is dat je een efficiënte manier van afwikkelen hebt. Nou ja, dan kom je bij die digitale zitting uit. En ik merk dat het cachet van zo'n zitting heel anders is. Ik zit dan met zo'n klant hier aan tafel. Overigens, even een zijpaadje, heb ik ook al advocaten gehoord die zeggen, maar ja, ik ben een eenpitter en dan zit ik met zo'n klant aan tafel op mijn eigen kantoor. Kan ik me dan altijd wel veilig voelen. Ik overigens, ik heb daar zelf nooit geen last van, maar ik denk wel dat het een reëel punt is. Dus hè, dat moet je niet zomaar wegwuiven. Maar dan zit je daar dus hè, met je klant aan tafel, aan zo'n schermpje. Ik heb als advocaat dan een toga aan. Ik moet je zeggen, ik ben niet de cliënt en ik voelde het zelf al als heel gek. Ja. Dat ik aan mijn eigen tafel in een toga zit, dat is ook zo, ja, zonder cachet. En net alsof die zaak dan daardoor minder gewicht krijgt. En misschien ook minder geaccepteerd kan worden door een cliënt. Dat weet ik dus niet. Ook hier denk ik weer dat het heel belangrijk is om dat te evalueren.
van wat doet dat met zo'n cliënt, hoe heeft hij dat ervaren, kan die zich makkelijker neerleggen bij een uitspraak. En wat ik ook heb bij een digitale zitting is dat ik me afvraag, kun je schorsen? Ben je fysiek op de rechtbank, dan wordt er altijd gezegd, nou ga maar even de gang op. Ga maar eventjes kijken of je eruit komt. Zeker als dat tijdens de zitting erop lijkt dat je die kant op kan gaan. Dat daar een opening is. En dat is winst als je de gang op kan en je kan eruit komen. Ik heb zelf nog niet ervaren hoe daarmee wordt omgegaan in een digitale zitting. Dus ben heel benieuwd hoe dat werkt. En ik denk dus dat er wel wat haken en ogen aan een digitale behandeling van de zaak zitten. En ja, ik heb er geen uitgesproken mening over, maar je merkt, ik heb daar nog wel veel vragen bij. Constructief kritisch heet dat, Jan Bram, in advocatuurlijke woorden. Nee, maar ik vind, wat ik mooi vind, is, sorry dat ik je onderbreek, Bas, maar de... Wat ik jullie net hoor zeggen, is eigenlijk ook mijn eigen zorg. Namelijk dat je, en dat geldt eigenlijk, elke rechter heeft bij elke mondelinge behandeling, of dat nou fysiek is, of digitaal, of in een hybride vorm. Kijk, de mondelinge behandeling is er voor de rechter om beeld te krijgen bij welke partijen staan er nu eigenlijk, of zitten er nu eigenlijk vormen. Hè? Wie zijn de mensen achter deze stukken? Maar ook... voor de partijen om te zien wie gaat er eigenlijk over mijn zaak. Dus die mondelinge behandeling, die is, vind ik echt, dat is het hoogtepunt. Nou ja, het klinkt een beetje raar, maar is een beetje het hoogtepunt van de zitting. In die zin dat die moet er zijn en die moet voldoende kwaliteit hebben. Dus dat, daar zijn we denk ik allemaal over eens. Eventjes als ik het afpel, hè, je moet inderdaad aan je eigen gerecht vragen of je bij de inloopkamer terecht mag met je zaak. Dat is een beetje gek. Aan de andere kant, die zaken lopen administratief bij die rechtbanken. Ik zou niet zo goed weten hoe we dat anders moeten inregelen, maar ik vind dit zeker een punt wat we in de evaluatie en die voor eind 2022 gaan we in ieder geval de huidige stand gaan we doornemen. En dit soort opmerkingen ook meenemen. Het loopt tot 2023. We zijn begonnen. We hebben een aantal kinderziektes. We hebben denk ik wel overwonnen. Maar voor een ander deel moeten we dit ook bekijken. Is dit handig en kan dit helpen? Het tweede punt, ik had het toevallig zelf ook op mijn lijstje geschreven. Als ik zo'n zitting doe, hè, waarbij ofwel... Nou, soms komt het voor dat de advocaat geen toga aan heeft. En eigenlijk vraag ik dan of hij of zij die wel even aan wil trekken. Omdat ik in ieder geval wil proberen om zoveel mogelijk, ook in die virtuele omgeving, wel de plechtigheid, de bijzonderheid van het feit dat we in een zitting bij elkaar zitten te benadrukken. Vaak, dat heeft wel mijn voorkeur, zitten cliënten bij hun advocaat. Dat maakt namelijk het onderlinge overleg ook makkelijker voor advocaat en cliënt, denk ik dan. Ik had dit nog nooit gehoord hoor, Juliette, dat het ook onprettig kan zijn. Ja, ik kan me wel iets bij voorstellen dat het soms ook onprettig kan zijn om met je cliënt in één ruimte zonder andere mogelijkheden te zitten. Ik zie soms ook zaken waarbij cliënten vanuit hun eigen huiskamer de zaak bijwonen. En dat heeft ook wel het grappige bijeffect dat ze daardoor ook wat vertrouwder zijn. Alsof ze dus makkelijker mededeelzamer zijn over... Als ik de vragen stel over hoe gaat het met u, hoe ziet uw dag eruit, wat is uw, wanneer heeft u de kinderen voor het laatst gezien? Allemaal vragen die van belang zijn en kunnen zijn als het gaat over de vaststelling van alimentatie. En gek genoeg lijkt het wel alsof ze wat losser zijn juist in zo'n setting dan in die misschien ook soms wel wat intimiderende omgeving van een echte rechtszaal. Met echte rechters achter een tafel. Dus ik weet niet precies, durf echt niet te zeggen wat nou beter is. Dus ik denk, ben ik met je eens, Juliette, kijk, jullie weten het beste wat er te verwachten is. Jullie kennen je cliënt, voor ons is het een eenmalig optreden met deze mensen meestal, mag je hopen. Dus we zouden ook eigenlijk misschien wel meer nadruk moeten leggen op dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een goed verloop van die zitting. Want wat ik net zei, dat is het belangrijkste moment in de procedure, is die mondelinge behandeling. Die heeft in ieder geval die twee doelen van rechter weet wie je voor je hebt, partijen weten wie de rechter is die wat over jou gaat zeggen. Maar we moeten met z'n allen ervoor zorgen dat dat gewoon een goede zitting is.
Dus als dit bij kan dragen, als je kunt zeggen van nou, eigenlijk is deze zaak helemaal niet geschikt om digitaal te behandelen en om die en die reden, dan zou dat wel wat gewicht in de schaal moeten leggen. Ik heb twee of drie, ik ben het nagegaan, want ik wist dat je natuurlijk dit te werk ging brengen. Dus ik ben nou eens nagegaan hoe het nou in mijn afgelopen 9 maanden gegaan is. En het is, ik kon tot 3 of 4 keer komen en dat er gevraagd werd van ik kom niet zo goed uit de verf, denk ik. Of mijn cliënt komt niet zo goed uit de verf in een digitale zitting. En eigenlijk alle keer heb ik gezegd, zullen we het gewoon proberen? En vervolgens hebben we het gewoon toch gedaan. En dan vraag ik ook na afloop, zeker in zo'n zaak, maar ik vraag dat vaker, ook als het niet van tevoren is aangekaart, of er nou de indruk bestaat dat iedereen het idee heeft dat hij echt goed uit de verf gekomen is. En eigenlijk krijg ik daar altijd positieve reacties op. Dus belangrijk om het te melden. En nogmaals, belangrijk dat we een goede samenwerking daarin vinden over hoe nou zo'n mondelinge behandeling tot een goed einde gebracht kan worden. Of het doel kan bereiken wat daarmee bedoeld is. Maar ik, soms denk ik ook, het is misschien een beetje koudwatervrees af en toe bij sommigen. Samenwerking tussen balie en rechtspraak. Ja. Zeer recent ook nog benadrukt door AG de Bok in haar conclusie van 24 december. Over die lengte van die processtukken. Ja. Over de lengte van die processtukken, inderdaad. Ja. Ik ben het er persoonlijk graag mee eens. In het kader van die samenwerking, Juliet, ik hoop dat ik je niet overval. Wat zou nou een goede tip zijn aan een rechter om die bijdrage te leveren? Natuurlijk ga ik dezelfde vraag straks aan Jan Brandema stellen. Je bedoelt een bijdrage aan de communicatie tussen balie en rechtspraak. Nou, aan een goede zitting in deze specifieke aan een goede zitting. Ik denk dat een bijdrage altijd is dat de rechter mensen op zijn gemak stelt. Dat is natuurlijk sowieso wel het uitgangspunt. En dat de rechter ook rekening houdt. Dat is moeilijk altijd te zien. Rekening houdt met het begripsniveau van de cliënt. Ik sta regelmatig met cliënten in de zitting. En dan worden er woorden gebruikt. Nou, die ik sowieso pas heb geleerd toen ik op de universiteit zat bij wijze van spreken. En dat mijn cliënt, ik zie dat mijn cliënt ze niet snapt. Ik grijp zelf in. Ik vind dat soms een beetje badineren. Maar ik grijp echt in als ik denk, nee, dit wordt niet begrepen. En de cliënt zit ijverig te knikken. Want ja, die wil natuurlijk ook niet meteen zeggen, ja, ik begrijp niet wat hier gebeurt. Hè, dan voelt hij zich ook misschien een beetje dommig weggezet. Terwijl dat juist niet moet gebeuren. Hè? Wie je ook bent, wat je ook bent in zo'n zitting. De rechtspraak is er voor jou als burger. Hè? Om je positie, je rechtspositie te beschermen. Dus dat vind ik een hele belangrijke. En dan vervolgens goed over en weer de tijd geven om alle standpunten te delen met elkaar. Om niet af te raffelen tijdens de zitting. Ja. Mooi lijstje, denk ik, Jan-Bram. Ja. Maar andersom kunnen rechters natuurlijk ook aan advocaten advies geven over die bijdrage aan de kwaliteit van de zitting. Ja. Wat er lastig aan is omdat je dat benadert dan heel erg vanuit mijn eigen perspectief over wat ik prettig vind. Hè? Maar ik ben met Juliette. Kijk, het belangrijkste is de sfeer in de zitting. Hoewel je het helemaal niet met elkaar eens hoeft te zijn, behoort de sfeer in de zitting respectvol te zijn. En advocaten moeten zich prima met het belang van hun cliënt verenigen. Maar hou het daar ook bij. En soms wordt een zitting onaangenaam. Omdat ik ofwel de advocaat hoor zeggen, ik vind dat, terwijl het eigenlijk de cliënt is die dat vindt. En soms wordt er ook echt op de man/vrouw gespeeld. En dat is echt, denk ik, dat draagt niet bij. Of kan je er als rechter ook al wat aan doen hoor. Want uiteindelijk, ik vraag meestal eerst gewoon partijen zelf gewoon een aantal dingen. Gewoon feitelijkheden als waar woont u nu? Hoe wil ik dat? Dan zeg ik, ik heb in dossier gelezen, dit of dat. Hè. Dus om ze wat op hun gemak te stellen. En dat, of dat nou een digitale zitting is of een gewone fysieke zitting. Dat helpt al enorm, omdat ze daardoor landen. En denken van nou, deze rechter is, en dat ben ik trouwens ook, anders zou ik die vragen niet stellen. Ik ben ook echt in ze geïnteresseerd, maar dat moet ook gewoon blijken. En dan is daarmee eigenlijk heel vaak. Kijk, advocaten hebben dan 2 A4'tjes voorbereid met allemaal punten die aan de orde moeten komen. En het grote voordeel is dat heel vaak dan al
10 van de 20 punten zijn al verdwenen of zijn al geadresseerd. En dan kan daarmee, dat is dus niet om de rol van de advocaat te verminderen, maar dan is dat helpt vaak al in het de-escaleren ervan. Het verhaal is dan al gedaan. Dus mijn tip vooral is vereenzelvig je met het belang van je cliënt, maar niet te veel. Nou, dat is ook een goede tip voor ons, denk ik, Juliet. Ja. We moeten gaan afronden. Dus is er iets, Juliet, waarvan jij zegt, dat vind ik nog even een belangrijk punt om aan te stippen? Zo. Ja, ik kan het toch niet laten om een pijnpunt te benoemen. Want we weten dat de achterstanden natuurlijk al een fenomeen van jaren zijn. Van jaren, jaren. En er zijn natuurlijk best veel projecten op losgelaten. Dit is ook weer een project. En ik wil het altijd ondersteunen als het bijdraagt aan een oplossing, aan het inlopen van achterstanden. Maar ik ben wel bezorgd. Over het grote geheel. En dan praat ik ook even gewoon voor Rotterdam. Ik heb nog voor dit gesprek nog gauw even in mijn roljournaal ook gekeken. Ik heb veel zaken die ik februari vorig jaar al heb aangebracht. En die staan nog op wachten op zitting. En natuurlijk steek ik ook mijn hand in eigen boezem. Deels kunnen de advocaten zelf natuurlijk ook daarin een rol spelen. Want hoe eerder jij een verweerschrift als advocaat instuurt, hoe sneller de doorlooptijd. Maar zelfs als alle stukken compleet zijn om iets op zitting te gaan zetten, duurt het nog mega lang. En ik vind dat vooral heel erg schrijnend in twee afzonderlijke kwesties. De artikel 253a-zaken voor de leek. Dat zijn zaken die gaan over conflicten die ouders, die het ouderlijk gezag hebben over kinderen, conflicten die ouders hebben over die kinderen. Er staat in de wet dat als je zo'n zaak aanbrengt, dan moet de rechtbank binnen 6 weken, die zaak op zitting zetten. Ik kan niet praten voor andere arrondissementen. Misschien weet Jan Bram daar net iets meer van, omdat hij het land wat beter kent wat dat betreft. Dat wordt bij lange na niet gehaald. Ook hier weer, dat is zo jammer, want intussen escaleert het zo. Dat vind ik jammer. En ik maak me heel erg zorgen over de zaken in het familierecht, waar sprake is van het uniform hulpaanbod. Dat is een mooie manier om cliënten die hulp nodig hebben, dat wordt tijdens de zitting besproken, en die worden naar hulpverlening doorverwezen. Nou, dat heet dan uniform hulpaanbod, kort gezegd. Op dit moment zijn er in Rotterdam 9 tot 12 maanden wachttijden voordat die mensen beginnen met de hulpverlening. En dat vind ik zo zorgelijk. En ik mocht leiden dat er inloopkamers waren voor ook dat soort zaken. Dus een oproep bij deze, hoe meer inloopkamers, hoe beter, om ook alle andere achterstanden op te lopen. Dit betekent voor mij dat ik gewoon bang ben dat nadat de inloopkamer op dit vlak, hè, waar we nu mee praten, alimentatiezaken, dat als deze kamer klaar is, dat we weer van voren aan beginnen en weer heel veel achterstanden voor ons zien opdoemen. Kortom, de race is nog niet gelopen. Nee. Ik heb geen vrolijke boodschap, eerlijk gezegd. Want kijk, wat de bedoeling zou zijn, of moet zijn eigenlijk, is dat als wij die alimentatie, wij zeg ik nu even de inloopkamer, die alimentatiezaken doen, dat er dan in die gerechten, en bijvoorbeeld in Rotterdam, dus ruimte ontstaat voor dezelfde familierechters die anders alimentatiezaken zouden doen, om deze zaak te doen. En wat ik in ieder geval gezien heb met de Rotterdamse zaken, kan ik zeggen dat toen wij begonnen in de inloopkamer in maart, april van het afgelopen jaar, toen kregen we inderdaad zaken die waren ingeleid in februari, maart, april 2020. Ik zit mij dan echt plaatsvervangend te schamen, moet ik zeggen. Inmiddels zien wij zaken die zijn ingestroomd in februari, maart, april en zelfs later nog van dit jaar. Dus dat is een beperkte blik die ik erop heb, maar dat suggereert dat men in ieder geval op alimentatiezaken aan het inlopen is. Als dat zo is, dan zou er ook meer ruimte moeten zijn om meer van die 253a-zittingen en de andere familierechtelijke zittingen te maken, dus, of te programmeren. Dus dat zou moeten helpen.
Ik moet wel even zeggen dat er komen heel veel nieuwe rechters aan. Gisteren hebben wij nog weer, of nee, vanmorgen nog weer twee Rio's beëdigd die bij ons in het Hof hun tussenstage komen doen. Er zijn tientallen tot honderden nieuwe rechters zitten daar in de pijplijn. God, het klinkt wat erg. Maar dat gaat voor een heel groot deel alleen maar oplossen wat er aan uitstroom is van oudere rechters die met pensioen gaan. Dus het echte, de echte help is on the way, moeten we toch echt nog over een jaar of 3-4. Dan zijn we weer op sterkte en dan kunnen we ook echt zeggen van nou, dan is de tijdigheid is er. Misschien is dat... is dat pessimistischer dan wat de presidenten en de raad uitdragen. Maar er is nog gewoon nog een hele grote klus te doen. Juliette, mijn wedervraag aan jou is wel. Als wij nou een inloopkamer voor 253a zaken zouden hebben. Die moet dan vast niet digitaal zitten, of wel? Nou, dat kan eventueel ook digitaal, want dat zijn vaak kwesties die op korte termijn oplossingen behoeven. Ja. En dan kun je zeggen van nou, dan doen we dat eerste, die angel uit iets halen, ja. Dat doen we dan bijvoorbeeld digitaal. En dan kun je altijd nog met elkaar regie voeren over hoe je dat dan voortzet daarna. Kijk, en dat zou ik dus zo heel graag hopen, dat als er één opbrengst is van dit project, hè. Want dat is dat we met stoom en kokend water weliswaar het digitaal zitten ingecatapulteerd zijn. En dat we nu de goede dingen eruit halen. Dat we dus bijvoorbeeld voor zaken die zich daar goed voor lenen, dat middel vaker blijven inzetten. We hadden gisteren een zitting waarbij bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de gezinsvoogdijinstelling van de GI via beeldscherm aanwezig waren, omdat die wegens corona niet op de zitting konden zijn. Zo'n zitting zou je in vroege dagen uitgesteld hebben. Dus op die manier kunnen we ook wel voortgang erin houden. Nou, als we dat nou zien, dat we experimenteren voor een deel. We moeten nu, denk ik, wat we eerder in het gesprek hadden, beter met elkaar overleggen. En ik vind dat de rechtspraak daar echt een taak heeft om zich open te stellen voor kritiek, voor opbouwende opmerkingen vanuit de advocatuur en daar ook naar te handelen. Maar laten we ook vooral vasthouden dat we hier een aantal dingen hebben geconstateerd die eigenlijk best goed werken. En die we ook in de toekomst, als het allemaal misschien niet meer nodig is, toch gewoon kunnen blijven inzetten om de snelheid erin te houden. Dat is denk ik een mooie oproep en een mooie afsluiting, Jan Bram. Dankjewel daarvoor en voor je aanwezigheid en voor het prettige gesprek. Ook jij, Juliette, voor je ideeën. En ik denk dat de mensen die niet zo thuis zijn in het familierecht een heel stuk wijzer zijn geworden over de inhoud van het familierecht. Maar ook een heel positieve gedachte hebben overgehouden aan de inloopkamers. In ieder geval als het gaat om nieuwe ideeën over rechtspraak en hoe die efficiënter en voor de burger ook gewoon effectiever te laten zijn. Dus dankjewel nogmaals. Dit was het voor deze aflevering van Novum. Als je wil reageren op opmerkingen van Juliette of Jan Bram, of in het algemeen iets wil zeggen over deze problematiek, dan ben je natuurlijk van harte uitgenodigd om dat te doen. Dat kan via Twitter, via de hashtag Novumroute. Dankjewel nogmaals, Juliette, Jan Bram. En wij zijn natuurlijk snel weer terug met een nieuwe aflevering van Novum. Graag gedaan en jullie bedankt. Ja, tot ziens.